De samenleving zit vol diversiteit en dat is ook zo met de Almeerse inzending Garden of Peace. Jarenlang werkten 60 vrijwilligers aan deze inzending. En vanuit het Huis van Vrede in Stedenwijk werd een tuin vol reflectie ontworpen. Nou, Aladdin Touhami is hier bij ons. Aladdin, eigenlijk ook wel een beetje de man, hè, achter de Garden of Peace. Mag ik het zo noemen? Ik vertegenwoordig hier... Ik had inderdaad 60 gezegd, maar we hebben ze laatst geteld om ze certificaten van dankbaarheid te geven. Meer dan 160. Oh, meer dan 160? Je was het wel kwijt. Ja. Ja. Nou, Aladdin, afgelopen weekend officieel geopend, hè, de Garden of Peace. Ja. Wat is het idee achter die inzending van jullie? De Floriade gaat over de stad van de toekomst. En wij vinden dat de stad van de toekomst niet alleen maar over gebouwen en technologie moet gaan, maar ook over mensen. Hoe je samenleeft in de toekomst is de stad van de toekomst. En met de Garden of Peace willen we laten zien dat de stad van de toekomst er één is die universeel is, waar alle culturen samenleven in vrede. En om daarvan te leren hebben we in de Garden of Peace een tuin aangelegd met planten, met kennis, met personen van verschillende continenten om de wereld zijn totale diversiteit te laten zien. Dus het is vooral als je door de tuin wandelt dat je die diversiteit tegenkomt? Juist, je komt het tegen in planten, in informatie. Maar we hebben ook een app die je kunt scannen met de QR-code. Een audiotour voor mensen die een beetje slechtziend zijn. Gardenofpeace.app. En een heel educatief parcours. Vandaag waren er bijvoorbeeld 32 landschapsarchitecten studenten uit Wageningen Universiteit. Over een maand komen 200 uit Doetinchem van de Groene School, scholieren. En dus... Het is ook een concept dat we hier presenteren. Een nieuw concept voor een nieuw onderwijs. Ja, want wat is dat dan, dat nieuwe onderwijs? Nieuw onderwijs is dat we ervoor zorgen dat als we leren met ons hoofd, dat we tegelijkertijd ook bewust reflecteren wat we aan het leren zijn. Op die manier willen we met de School van Vrede, een nieuwe basisschool, de intrinsieke motivatie versterken van kinderen. Dat is de belangrijkste factor in onderzoek gebleken die de prestatie bepaalt. Nou, hoe kun je beter de intrinsieke motivatie van kinderen versterken als niet door ze voor een uitdaging te plaatsen, een probleem, sociaal probleem, die ze kunnen oplossen. Met rekenen, of met taal, of met schrijven. En op die manier willen we de kinderen ook de kans te geven om te leren van de wijsheden van alle culturen. Dat onze kinderen morgen in de wereld verbinders zijn. Dat ze samen met alle mensen van diverse achtergronden kunnen samenwerken aan een beter milieu, aan een betere samenleving. Ja, Aladdin, we kennen elkaar al een aantal jaren. Ja. Altijd als ik met jou spreek, dan haakt dat allemaal heel erg in elkaar. Hè, waar je mee bezig bent met diversiteit, inclusiviteit. Ja. Laten we ook weer eventjes naar die tuin gaan van jullie. Want daar is op dit moment ook nog een hele bijzonder deel van een expositie. Eén deel is te zien in het stadhuis en hier is ook een deel. Ja, Wat is dat? We hebben de Italiaanse designer, wereldberoemd, Armando Milani. Die maakt sinds 2002, heeft hij voor de VN, voor hun 60ste jubileum of verjaardag, heeft hij een hele bijzondere poster gemaakt waarin je een duif ziet die een A van war pakt. Pakt de A weg en brengt de A naar peace om peace van vrede van te maken. Mm-hmm. Sindsdien heeft hij hele confronterende en tot nadenken uitnodigende posters gemaakt. Nou, je hebt ook wat meegenomen. Bijvoorbeeld deze. Ja, beschrijf hem ook voor de radioluisteraars. Je ziet hier industrieterrein met rookwolken, gassen die uit... Heel vervuilend. Vervuilend komen. Ingezoomd op drie pijpen waar heel veel... En wat je ziet eigenlijk zijn drie kindergezichten. We vervuilen de lucht. Ik moet even goed van kijken. Van de volgende generatie. Ja. En meer dan 40 andere posters hangen op dit moment... Een deel daarvan op de Garden of Peace en een ander deel op het stadhuis bij de C-passage. Mm-hmm. Om het gesprek op gang te brengen in Almere, in Nederland, over samenleven in vrede met de aarde en met elkaar. Op het stadhuis is het gratis entree. Dat hebben we ook daarom daar gedaan voor mensen die de entree-ticket naar Floriade niet kunnen betalen. Ja, dus dan kan iedereen het tot zich nemen. Juist. Ja, jullie zijn dus met 160 man bezig geweest om die Garden of Peace hier te realiseren. Was het een uitgemaakte zaak toen de Floriade hier kwam, dat je dacht, hier moeten we wat mee? Nou ja, kijk, ik zal eerlijk zijn. In 2016 kwam meneer Weerwind, de voormalige burgemeester van Almere, kwam toen naar het Huis van Vrede. We waren pas geopend. En hij zei, je zou mee moeten doen aan de Floriade. Ik dacht dat de Floriade gewoon een Keukenhof XL was. Mm-hmm. Maar met de tijd mee hebben we pas begrepen waar het om ging, waar het over ging. En toen zagen we hoe belangrijk het is om juist het wereldpodium hier te pakken en ook een positieve bijdrage te geven aan deze expositie. De Floriade
is een prachtige gelegenheid. En er is veel negativiteit over. Met de corona die er was, was het ook niet een gemaakte zaak. Gaan we door of niet? Gaat de Floriade wel door? Mm-hmm. Dus we hebben in veel onzekerheid geleefd. Maar daarom des te meer het geloof en het vertrouwen van die honderden vrijwilligers. Van alle culturen, van alle generaties. Ja, het is echt hard vervullend om dat te hebben meegemaakt. Iedereen bleef gemotiveerd, ondanks de onzekerheid. Ja, ik soms raakte het kwijt. Van, gaat dit wel lukken? Ja. Als een van de initiatiefnemers. Maar de anderen hebben het gewoon echt vastgehouden. En door weer en wind, in zeer moeilijke omstandigheden. Ja, nou, er ligt nu dus een prachtige Garden of Peace. Ja. Waar kunnen mensen hem vinden? Kavel 58 op Green Island. In een prachtige decor van bomen en een omgeving van vogels die fluiten. Waar je de stilte wilt vinden, ben je daar goed. Niet ver van de Tiny Church. Oké, nou, dat weten we allemaal te vinden, want het is een soort eikpunt hier op het terrein. Hè? Ja. We gaan allemaal naar de Garden of Peace. Aladdin Touhani, heel erg bedankt dat je even een toelichting hebt willen geven. En je hebt nog wat mee? Ik heb nog wat mee. Dit is een nieuw educatief concept dat we hebben gelanceerd op de Garden of Peace. Van de School van Vrede. Heel goed. Nou, dan kom nog een keer terug in onze gewone programmering. Is goed. Dan gaan we het daar een keer over hebben. Zeker. Is dat goed? Dankjewel, Oudeke. Oké, dankjewel. Dag. Dag, Willemijn.